En dan Igor Zillen. De titel afhouden. Hij rijdt de afsluitende 1000 meter tegen Yukinori Miyabe. De jongste van de twee Miyabes. Die vijfde staat in het klassement. En het verschil van Miyabe ten opzichte van Van Velde is 16e van een seconde. En nu we zien dat de tijden er niet beter worden, zijn er misschien nog mogelijkheden voor Gerard. 17.64, de opening van Zielinski, de snelste. Het zou dan formidabel zijn als Zielinski niet alleen voor de vijfde keer wereldkampioen werd, maar ook erin zou slagen om alle vier de afstanden te winnen. En de mogelijkheid zit erin. Daar komt hij weer, die sterke krachtpanzer uit Minsk, door de binnenbocht. Ja, hij is niet te houden dit weekend. Met lengte de beste, 46.29, een halve seconde sneller dan Van Velde. En hij hoeft eigenlijk alleen maar op safe te rijden, Zielinski. Als hij de 1000 meter gewoon uitrijdt, is hij wereldkampioen. Zo simpel is het. Eén buitenbocht nog voor de man uit Minsk. En de klus is geklaard. Maar hij is eerzuchtig, hij wil winnen. Niet alleen het klassement, maar ook alle afstanden. En daar doet hij zijn best voor. 1.18.80, de snelste tijd tot nu toe. En kijk maar hier, 1.17.28, Igor Zielinski. Voor de vijfde keer in zijn carrière, wereldkampioen sprint. 1.18.28 inmiddels voor Miyabe. En ook die tijd is sneller dan die van Gerard van Velde. Die dus in het tussenklassement van de 1000 meter naar de derde plaats zakt. Punten totaal van Zielinski, 152.280. Dat is niet fameus, maar meer dan genoeg om wereldkampioen te worden.